Deze week in aanpakken. Gevaarlijke kruispunten, daar heeft Rotterdam er genoeg van. Maar wat wordt eraan gedaan? Het is bijna een griezelfilm, hè, als je hier gaat staan. Natuur in Rotterdam. Dat is er heus wel. En dat zijn eigenlijk de beheerders op dit moment van het eiland. Sascha Visser denkt nog steeds met weemoed terug aan de plek waar hij heeft leren voetballen. Vriendjes erbij en gewoon schieten. Aanpakken is 2.0 geworden. Dus twitter met ons mee en laat weten wat je vindt van Rotterdam. Wat goed gaat en wat nog veel beter zou kunnen. In Rotterdam zijn veel kruispunten waarvan je denkt, hoeveel ongelukken moeten hier nog gebeuren voordat ze er eindelijk eens wat aan gaan doen. Er bestaat zelfs een officiële lijst waarop 105 gevaarlijke verkeerspunten staan. Er zijn er al aardig wat van die punten onder handen genomen, maar volgens de gemeenteraad mag het allemaal wat sneller. Hey, hey. Jongen. Zo'n rijbewijs bij een pakje Blueband gekregen. Een verkeerspunt waarbij minimaal 6 geregistreerde letselongevallen binnen 3 jaar plaatsvinden, wordt een blackspot genoemd en komt op de lijst om aangepakt te worden. Het kruispunt Matenesselaan Nieuwe Binnenweg staat hoog op de lijst met 15 letselongevallen in de afgelopen 3 jaar. Wat vinden jullie van dit verkeerspunt? Chaotisch. Ja. Zeker, je gaat ook rijden. Ja, ook dat. Nou, ik kom meestal van die kant en dan moet ik zo en dan is het altijd wel even goed kijken. Zeg maar. Gaan jullie oversteken? Ja. Is dat veilig hier? Ja. Vind ik wel. Vind je het ook? Ja. Ja, best wel. Nou, wij komen hier elke dag langs. Dus het is wel een normaal punt voor ons eigenlijk. Maar je hebt altijd ogen tekort. In 2009 is het kruispunt op de Matenesselaan Nieuwe Binnenweg aangepakt. Laura Verschuren, coördinator Blackspots, legt uit hoe de aanpak van deze Blackspot in zijn werk is gegaan. Wat was de reden dat dit punt op de schop moest? Hier was het gewoon echt cruciaal dat er zoveel ongelukken gebeurden. Dus hier hebben we niet gewacht op andere werkzaamheden. Want hier waren gewoon echt direct maatregelen nodig. Hoe hebben jullie dit punt verbeterd? Nou, hier zat eerst de fiets gewoon op de rijbaan. Dus hier reed mee met het autoverkeer. Waardoor de fietser heel vaak het slachtoffer werd van een verkeersongeval. Dus dan komen ze daar vandaan. Dan steken ze over. Ja. En dan hebben ze eigenlijk beter oogcontact met de fietsers die vanaf die kant komen. Ja. Die hier oversteken. Vanwege tijd en geldgebrek is het onmogelijk om alle blackspots in 1 keer aan te pakken. Daarom rangschikt de gemeente de blackspots op het aantal letselongevallen. Ook wordt er gekeken of er onderhoudswerkzaamheden op de planning staan die gecombineerd kunnen worden om de kosten en de overlast te beperken. Het is bijna een griezelfilm, hè, als je hier gaat staan. Een griezelfilm valt mee. Zeker als je het vergelijkt met vroeger, hoe het eerst was. Dat zien we ook altijd wel terug in de ongevallencijfers. Met name deze locatie gebeurde een paar jaar geleden nog ongeveer 7 letselongevallen per jaar. Hebben we wel teruggebracht naar eentje. Natuurlijk ook nog altijd eentje te veel. Maar voor alles voorkomen doe je nooit. Maar kan je dat niet oplossen door gewoon stoplichten neer te zetten? Die hebben er altijd gestaan. Alleen op deze locatie waren stoplichten zo onlogisch dat er juist extra gevaarlijke situaties ontstonden. Mensen die door rood rijden, die alsnog hard komen aanrijden. Die denken, nou, het is hier toch altijd groen, er komt toch nooit iets aan. Dus vandaar hebben we gekozen hier voor andere maatregelen. Is het nou duur, zo'n hele verbouwing? Volgens mij was dit 1,5 ton heeft het gekost. Dus het is niet goedkoop, nee. Merk je dat het verbeterd is, dit punt? Ja, hiervoor was het wel iets chaotisch, maar als ik eerlijk ben, dan doe ik nog steeds hetzelfde als toen. En dat is vooral goed uitkijken. Dat is mij niet opgevallen. Dat het veranderd is. Nee, ik vind het niet veilig geworden. Dus ik heb niet eens gemerkt dat het veranderd was. Nou, ik zou zeggen, trek je harnas aan, ogen dicht en loop maar. Oké. Okay. Succes. Nou, het is in elk geval een veilig idee dat je verkeerd... Oh, sorry man. Bijna gestorven in het harnas. Sorry meneer. Er zijn plannen om de Willemsbrug een stukje naar rechts te verplaatsen. Want dat zou beter zijn voor het verkeer. Wat vindt de Rotterdammer daarvan? Ik begrijp dat ze de Willemsbrug willen verhogen en dat ze er een tram over willen laten lopen. Dat lijkt mij echt A, niet waar.
En B, totaal onnodig. Het maakt het voor de fietser lastiger om er overheen te gaan. En het verpest ook een beetje het karakter van de wielsbrug, denk ik. Zoals hij nu is en zoals hij nu ligt, is hij gewoon uitstekend. Het heeft ons ook 30 jaar gekost om aan deze brug op deze plek te wennen. Dus de stad kan dat niet aan, denk ik. Ik vind, er moet overal op bezuinigd worden. En dan gaan ze hier weer een emmer geld over uitstrooien, terwijl het eigenlijk nergens voor nodig is. Waarom zou je daar geld aan spenderen om hem bijvoorbeeld 50 of 60 meter verder te verplaatsen, terwijl hij hier uitstekend ligt? Hij voldoet goed. Ik bedoel, allemaal geld smijterij. Ik hou het liever zoals het nu is. Wil je dat we in aanpakken aandacht besteden aan een onderwerp? Twitter ons. Onder de Van Brienenoordbrug ligt een bijzonder stukje Rotterdam. Het eiland Van Brienenoord. Een verborgen paradijs midden in de stad. Het eiland Van Brienenoord heet zo omdat de ene heer Van Brienen het eiland ooit gekocht heeft om er een zalmvisserij te beginnen. En in die tijd, dat is 1840 geweest, 1850. In die tijd was de zalm zo algemeen in de rivieren dat ik heb gehoord dat zelfs dienstbodes in die tijd afspraken met hun werkgever van nou, één keer per week zalm eten, dat is meer dan genoeg. Want die had geen zin om iedere dag zalm te gaan eten natuurlijk. Nou ja, dat kunnen we ons tegenwoordig helaas niet meer voorstellen. Maar gelukkig keren ze langzaamaan weer terug. Recent is er bijvoorbeeld eentje gevangen in de Waal, bij Gorinchem in de buurt. We staan hier toevallig precies bij de Schotse Hooglanders. Er lopen er vier op het eiland en dat zijn eigenlijk de beheerders op dit moment van het eiland. En die zorgen dat het eiland niet helemaal verborst, maar een leuke afwisseling houdt tussen open terrein en wat begraasd en ruig terrein en bebost terrein. Op die warme poeloever, daar springen nu allemaal kikkers het water in. Vermoed ik. Dus dat is altijd wel even leuk om te zien. Het zijn jonge kikkertjes, die zijn hier dit jaar geboren. Daar ging er een. En de waterkwaliteit is heel goed. Want ik zie hier ook een hele mooie poelslak. Die houden dat water ook echt schoon. Want die eten zeg maar alle algen van zo'n blaadje, van zo'n graspriet af. En daardoor blijft dat water zo glashelder. Je zou het bijna gaan drinken. Nou, dit is de zeepkruid. Dat is een plantje wat ik vanmorgen hier voor het eerst vond. Nou, wel een heel bijzondere plant dat die ook hier groeit. Naast de Sint-Janskruid, naast de Jacobskruiskruid. En ik zie hier ook nog heel blaadjes staan. Dus het is eigenlijk best een bloemenrijk gebied aan het worden. In plaats van dat er alleen maar brandnetels staan, zie je dus ook toch wel heel veel bloemen. En dat is perfect voor allerlei vlinders, insecten. We staan hier aan de oever van een plas en dit was voorheen een betonnen bak waar de metrotunnels ingebouwd zijn. Het leuke is dat het dus nu helemaal getransformeerd is tot een echte natuurlijke plas doordat die betonnen randen zijn afgedekt en flauwe oevers heeft gekregen. Waardoor je dus nu helemaal niet meer in een stukje industrie waant, maar gewoon echt aan de oever van een meertje. Het is onbewoond, maar er zit wel een volkstuinvereniging. Mevrouw Bel komt hier al bijna 50 jaar. En in die halve eeuw heeft ze al heel wat keer voor haar paradijs moeten strijden. Kijk, hier heb ik, wat is ook heel leuk, hier woningen. Is ook ineens een rage geweest. Hier, toch woningbouw op Van Brienenoord. Ik bedoel, dus vraag mij in de krantenknipsels maar. Ik heb alles bewaard. Kijk, hier zaten we op de tribune in het stadhuis. Menting, waar zit je gezond verstand? Het handafval van Brienenoord. Ja, ja. Dat ben ik, mijn achterkant.
Dat is met de oude wethouder van de Pols. Ze hebben hier zelfs nog de dierenarende, hebben ze een voorstel gedaan. Nou, hebben we toch ook. Nou, dat komt hier in het boek toch voor. Ja. Er waren wel allemaal hele wilde plannen voor het eiland. Ja, ja. Ja, blijkbaar. Mevrouw, daar heb ik geen wit haar van. Ze krijgen ons er niet af. Nou, tot ziens. Hey, tot het beste. Ziens. Dag. De groetjes. Dag. Nou, wat ik vind is dat wilde plannen wel leuk zijn, maar we moeten proberen soms natuur juist ook dicht bij de mensen in stand te houden. En we kunnen best in het weekend naar de Veluwe gaan rijden of naar het strand. Maar het is juist zo leuk als je gewoon om de hoek even je in een natuur of in een soort jungle kan wagen. Multitalent Sascha Visser heeft altijd een zwakke plek gehouden voor het wijkje waar hij is opgegroeid. De Sierbloemwijk in Ommoord. We zijn op de plek waar ik ben opgegroeid. Dit is ook de plek waar ik heb leren voetballen. Er is hier niet echt een door de gemeente gemaakt voetbalveldje in de buurt. Dus wij moesten ons eigen voetbalveldje creëren. Dus dan pakten we twee vuilnisbakken en die zetten we tegenover elkaar. En dan was het gewoon één op één acties maken. Vriendjes erbij en gewoon schieten. Het waren echt heerlijke tijden. Onbezorgd leven. En alleen maar dingen doen die je leuk vindt. Het klinkt heel cliché, maar het is wel als thuis, weet je. Ik weet nog precies dat we hier onze fietsen neerzetten. Dat vertrouwde gevoel en dat onbezorgde gevoel, dat kreeg ik weer eventjes toen ik eraan dacht hoe we vroeger hier tekeer gingen. Het zal altijd een heel bijzonder plekje blijven, omdat je daar natuurlijk gewoon de eerste stappen letterlijk en figuurlijk hebt gezet. Ik ben Sascha Visser en dit is mijn 010.